Welkom bij Politiek in Midden-Groningen. We praten vandaag met twee fractievoorzitters. Jan Veldhuis van Gemeentebelangen Midden-Groningen. Welkom Jan. Dank je. En Esmeralda Smit, die is sinds kort fractievoorzitter van D66. En ook jij welkom. Dank. Waarom heb je met stuivertje gewisseld met Jannik? Nou, dat is meer een beetje een agendatechnisch ding ook. Jannik heeft natuurlijk ook nog kleine kinderen. Dus die had een hele hoop andere dingen ook te doen. Mm-hmm. Dus op die manier heeft hij gevraagd of ik het stokje van hem over wou nemen. Oké, en dat wou je wel doen? Dat wou ik wel doen. Ja, anders zat ik niet in die hoedanigheid. Dat klopt, ja. Nou, leuk. Ja, spannend. Ja. En leuk, ja. Ja, en dan was jij was toch regelmatig ook in de raad aan het woord. Want je hebt ook mensen die wel in de raad zitten en ook wel meestemmen en ook wel meedenken, maar die niet zo vaak het woord voeren om maar eens wat te doen. En dat was bij D66 het vrij evenredig. Ja, en dat is eigenlijk nog steeds zo hoor. Ja. Ik bedoel, nu zit de titel op mij, maar eigenlijk zijn we een hele platte fractie in dat opzicht. Twee handen op één buik, zeg maar. Ja hoor, ja. Nou, en jij bent fractievoorzitter van volgens mij de grootste fractie in de gemeente, in de raad. Ja. En dat bevalt? Ja. 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 En jullie leveren inmiddels één wethouder, dat waren er ooit twee. Ja, klopt. En ik heb het idee dat het bij die ene wethouder blijft. Want als ze een nieuwe erbij hadden willen hebben, dan hadden ze dat nu wel gedaan, denk ik. Ja, wij hebben toen achter de schermen wel nagedacht en gesproken van wat willen we. Mm-hmm. Je moet ook kijken natuurlijk dat je de huidige wethouders niet te veel belast. Klopt. Want die moeten niet door de hoeven zakken. Maar we hebben toen bewust een keuze gemaakt. We hebben ook toen een verkenner aangesteld. Mm-hmm. Gesprekken meegevoerd. En naar aanleiding daarvan hebben we toch maar besloten om eerst in eerste principe met vier wethouders door te gaan. Ja. Tenzij het, als de wethouders aangeven van ja, maar dat lukt helemaal niet meer, maar we krijgen te veel, dan moet je wel weer gaan nadenken. Dan moet er één bij, ja. 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 Maar in dat stadium zitten we nu nog niet. Nee. Komt er ook bij dat we straks een nieuwe burgemeester krijgen. Ja. Dus ook die zal taken moeten hebben. Mm-hmm. En wellicht moet je dan weer gaan kijken van moet je nog weer taken verschuiven of... Ja, die nieuwe burgemeester heeft geen verleden in deze gemeente, naar alle waarschijnlijkheid. Nee. Dus die moet ingewerkt worden, ja. Zeg maar. Ja. Ja. Maar ik heb het idee dat het college wel redelijk draait op dit moment. Ja. Zeker. Dus, ze vervullen allemaal hun rol, maar wel allemaal op hun eigen manier. Klopt. Ja. Ja. En wat vind jij ervan, Esmeralda? In overgrote deel ben ik het er wel mee eens. Ik denk dat de verdeling nu prima is. Hè? Mm-hmm. We hebben ons wel zorgen gemaakt om heeft de ene wethouder niet iets te veel ten opzichte van de andere. Nou ja, goed, dat moet zich uitwijzen. En op het moment is het wat ons betreft erg rustig met wat we dan tenminste in de raad voorgeschoteld krijgen. Ja. Dus volgens mij is het inderdaad op zich nu wel... Begint iedereen zijn weg wel te vinden? We zijn ongeveer halverwege de rit. Dus ja, dus dat wordt ook wel tijd zo langzamerhand. Ja. 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 En de raad heeft ook een vrij grotere rol gekregen dan tijdens de vorige periode. Met het raadsprogramma. En ook zelf initiatieven nemen. Daar hebben we een gesprek geleden hebben we daar een voorbeeldje van gehad. Van een initiatief wat vanuit de raad gekomen was. Gert-Jan is daarmee gekomen, meen ik. Ja, de energiehub. Klopt. Ja. Ja. En dat is vrij tijdrovend, maar het geeft wel aan dat je als raad ook echt de eindverantwoordelijke bent en de initiatiefnemer. Ja. Maar we hebben als zeg maar de grootste partij toen we gingen formeren, mm-hmm. ook bewust gekozen van we willen af van alleen maar oppositie en coalitie. Wij willen veel meer dat de coalitie en oppositie samenwerken. Mm-hmm. Nou, dat heeft gerealiseerd dat we raadsakkoord ligt en een raadsverprogramma. Nou, voor mij als fractievoorzitter van de grootste partij binnen de coalitie is een raadsakkoord. Ik kijk er altijd niet vaak in, maar als ik erin kijk, dacht ik, gaat het over hoofdthema's? Waar hebben we ooit afgesproken? Ja. Zitten we nog op die lijn? Nou ja. En soms moet je ook constateren dat je niet meer op die lijn zit. Maar dan moet je af gaan vragen van, is dat wel de juiste keuze? Ja, en soms zijn de omstandigheden veranderd, zodat je wel ook moet ook afwijken. Dat. Ja, zonder meer. Inflatie is toch hoger dan toen dit college werd samengesteld, om maar eens wat te doen. Ja. Maar inderdaad, je moet ook niet te ver afwijken van wat je van plan was. Want uiteindelijk wil je een koers bereiken. Ja. Ja. Nou ja, het voorbeeld was de laatste begrotingsvergadering in 2023 november. Mm-hmm. Daar werden wij geconfronteerd
met het voornemen van het college om 10,1% OZB te verhogen. Ja, dat vond ik heel hoog. Toen heb ik heb de eerste aanzet gemaakt voor een amendement van... we hebben nog een buffer, een reserve. Mm-hmm. Dan halen we het daar maar uit, maar we gaan die burger geen 10% voorschotelen. Nee. Nou, dat is unaniem aangenomen. En er is niet gesproken over oppositie en coalitie. Nee, dat is unaniem, is die amendementen doorgaan. En college, ja, sorry, ondanks dat we zelf in het college zitten, maar voer het maar uit. Ja. En zo hoort het ook. Nee, maar dat heb je inderdaad, dan neemt de raad ook zijn verantwoordelijkheid. Ja. En inderdaad, kijk, die 10% die was ook wel wat aan de hoogte. Ja, oké, het klopt allemaal wel volgens de berekening. Technisch gezien kon het. Maar dat kun je de burger niet uitleggen. Nee. En dat vonden we gelukkig allemaal. En toen, we verschillen nog iets over het percentage. Daar hebben we voor bij elkaar gezeten. En we hebben gekozen voor een andere systematiek. Ja. Om het niet meer per jaar te doen, maar om 3 of volgende jaren... om dan de gemiddelde te nemen en dan krijg je heel andere bedragen. Ja, je doet een beetje hetzelfde als bij de belastingaangifte kan, dat je kunt middelen over een paar jaar. Ja. Nou, dat is een bewuste keus geweest om die hele grote pieken eruit te halen. Want wij werden natuurlijk geconfronteerd met de inflatie van 2022, dat je over 10% zat. En we hopen dat nu een beetje te managen. En dat die inflatie weer een beetje binnen de perken blijft natuurlijk. Ja. Want het moet niet onbetaalbaar worden. Nee. Links of rechts, maar het geld moet toch binnenkomen. Precies. En je ziet overal dat alles duurder wordt eigenlijk. En dan heeft de oorlog in Oekraïne heeft er natuurlijk ook wel iets mee te maken. Ja, zeker. Maar ja, daar kunnen we niet zoveel aan doen op dit moment. Nee. Nee, dat blijkt. Ja. Een van de thema's die heel belangrijk is in deze periode is ook wonen. Er is heel veel behoefte aan betaalbare woonruimte, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Op verschillende plekken. En er zijn ook, Mentor Holders wordt het centrum aangepakt. We waren laatst in Noordbroek, daar hebben ze ook grote plannen. En in Hogezand-Noord gaat er ook van alles gebeuren. Ja, en Hogezand-Noord vind ik een hele lastige. Oké, leg eens uit. Nou, kijk, ik denk dat geen enkele partij in onze raad zegt van... er moet niet gebouwd worden, er moet gewoon gebouwd worden. Mm-hmm. Hogezand-Noord is een groot project. Ja. En dan hebben we het over wonen, maar daar is de problematiek is heel hoog. Er zijn heel veel dingen wat daar meespeelt. En als je nu kijkt van dat daar heel veel mensen wonen die in huizen zitten tegen een lage huur vanuit de leegstandwet. Mm-hmm. Er zijn huizen van zowel Levier als van Groninger Huis. En op het moment dat je zegt, we gaan slopen. Dan worden die huizen die niet terugkomen veel duurder. En je bouwt nieuw. We hadden net over inflatie, maar die huurprijzen zullen meegaan. Ja. En er is wel een doelgroep, die zitten daar niet voor niks. Nee, dus je maakt het voor hun, eigenlijk jagen ze dan weg, zeg maar. Ik maak mij daar veel zorgen om. En los van, en we zijn het allemaal over eens dat het gebied aangepakt moet worden, ook aan de Van Eckstraat. Je zult ook nog met de bedrijven moeten praten van, kunnen die op een normale manier tegemoet worden gekomen? Maar ik maak mij veel zorgen als je dit soort grote projecten hebt... met een sociale structuur van die wijk, want dat ligt er niet om. Klopt. En dan kunnen we heel makkelijk zeggen, wij gaan slopen en herbouwen. Maar herbouwen zal ook betekenen dat je mensen kunt herhuisvesten. Ja. En daar maak ik mij zorgen over. En je krijgt dan iets wat ook op die aardbevingsproblematiek lijkt. Dat mensen naar een wisselwoning moeten en sommigen kunnen terug en sommige anderen niet, om het wat te noemen. Maar het probleem is natuurlijk wel dat de woningen waar ze nu in zitten, dat is ook gewoon niet meer te handhaven. Dat is ook niet meer te doen. Nee, dat zijn geen woonomstandigheden waar je kinderen in. Dus we delen dat dilemma wel. Mm-hmm. Maar de omstandigheden waar ze nu in wonen is ook geen optie meer. Nee, maar vaak zijn er wel mensen met een hele smalle beurs. Ja. Maar ja, goed. Moet je daar je bestand straks op aanpassen. Die gaat nu ook aan de gasrekening natuurlijk. In dit soort woningen. Ook. Ja. Je zult moeten verduurzamen op de linksom of rechtsom. Ja. Maar ja, als de huren inderdaad... heel veel hoger stijgen, dan jaag je dus een groep mensen eigenlijk weg. Maar daar hoor je ook van bouwers, hè? We hebben over een thema wonen. Mm-hmm. Maar ik hoor daarover, ik spreek ook wel bouwondernemingen. En ik weet ook wel van ondernemers die wel plannen hebben. Bijvoorbeeld in Zuidbroek hebben ze ook wel plannen. Ja. Maar praat je met een bouwondernemer, wat voor segment bouwen we dan? En als je dan de prijzen doorberekent, binnen 2,5 ton kun je al niks meer bouwen. Ja. Ja, dat is... Terwijl we denken aan starters. Die kunnen dat niet kopen. Nee, en een jaar of 30 geleden had je premiaarwoningen. Maar dat is allemaal verdwenen, geloof ik. Wij hebben wel een subsidieregeling in midden Groningen. Wij geven tot 36.000 euro. Starters kunnen daar een beroep op doen. Ja. Maar 36.000 klinkt veel.
Maar als je een nieuw huis bouwt en die kost 3,5 ton... Dan is het ongeveer 10%, zeg maar. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Dan moet je nog steeds een hele hoge hypotheek... en eigenlijk ook nog een goed gevulde portemonnee meenemen. Ja. Dat zijn gewoon gedeelde zorgen, hè, waar je het nu over hebt. Ja. Daarom staat het natuurlijk ook gewoon in het raadsakkoord. De oplossing is niet kant en klaar, maar goed, we zullen wel bezig moeten. Zonder meer. En dat verschilt ook niet van mening. Nee. Het thema wonen is nu juist iets waar je eigenlijk bijna niet over oneens kunt zijn. Zorgen kun je delen en soms zijn de oplossingen net in een fractie anders, maar... Ja. Binnenkort wordt er ook gepraat over het vakantieparkenbeleid, zoals het heet. Ja. Dat is een jarenlang slepend proces geweest eigenlijk. Ja, klopt. Gaat het nu eens een keer echt opgelost worden? Nou, ik hoop het. Ja. Nou, dat mag ik toch ook hopen inderdaad. Kijk, ik ben natuurlijk nog maar net sinds kort raadslid. En ik heb het eerst van een andere kant bekeken. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat we dit nu nog eens een keer voor ons uit kunnen schuiven op welke manier dan ook. En dat is volgens mij in alle oprechtheid niet de intentie van de wethouder, hoor. Maar goed, het is wel het zoveelste onderzoek natuurlijk. Ja, ik denk dat de wethouder nu vindt van... laten we het nu goed uitzoeken, dus de tijd nemen. Ja. En niet een labmiddel proberen. Nee, laat ik het zo zeggen, maar dan praat ik puur uit het standpunt van mijn fractie. Ja. Voor ons is het ook een item toen geweest met de verkiezingen. Klopt. Als de uitkomst zou zijn dat we weer teruggaan naar een systeem waar we de notaris vragen om per jaar een paar adressen te loten en om dan te gaan handhaven, gaan wij niet aan meewerken. Nee. Daar kan ik nu al zeggen, gaan we niet aan meewerken. En ik zie wel hoe ver het komt. Ik hoop nog steeds dat er iets uitkomt van een soort gedoogconstructie. En hoe die er dan uitziet, daar moeten we dan met elkaar over hebben. In welke mate kunnen we nog over verschillen. Maar weer terug naar het oude van... we hebben steken laten liggen, onze voorgangers. Mm-hmm. En dan te zeggen van, sorry mevrouw of meneer, u bent aan de beurt. De notaris heeft uw huisnummer getrokken en binnen een jaar moet u thuis. Gaan wij hier mee werken? Nee, dat is ook wel heel erg hard natuurlijk, als dat zo zou gaan. Maar ja... Toch moeten wel harde knopen waarschijnlijk doorgehaakt worden. Maar goed, dat gaan we dan zien wat er uit het onderzoek komt. Ja. Maar, daar is het nu wel tijd voor. En dat zal linksom rechtsom iemand pijn gaan doen. Ja. En dat zit er waarschijnlijk dit jaar aan te komen, ook in de raad. Nou, ik denk wel dat wij met z'n allen ook dat gaan... eisen is misschien te veel gezegd, maar dat we nu wel gaan verwachten dat ook gaat gebeuren. Het zou ook heel goed zijn dat dit dossier eens een keer afgesloten kan worden. Nou, precies. En het is heel makkelijk tegen de verkiezingen aan om te zeggen van... we gaan die knoop niet doorhaken, dan komt het tenminste niet op onze konto. Maar dit moet wel, ja. Criminaliteit en vooral de bestrijding daarvan is, als ik de persberichten bekijk, ook een aandachtspunt. Ja. De burgemeester die sluit regelmatig een schuur of een woning of wat dan ook. Ja. Wat kunnen we doen om dat toch eerst beter in beeld te krijgen en dan twee beter aan te pakken? Ja. Zal ik een eerlijk antwoord geven? Ja, natuurlijk. Graag. Ik denk dat wij niet in staat zijn om dit op te lossen. Heel veel is drugs gerelateerd. Ja. Ik heb vaker ook het voorbeeld genoemd. Ik woon zelf in Zuidbroek. Mm-hmm. Nou, heel veel van de mensen denken, daar is niks te beleven. Nou, er is net weer een schuurtje gesloten afgelopen week. Klopt. Aan de Torenstraat. Maar als ik kijk, en ik zit er wel eens langs, en dan zie ik s'avonds om rond een uur of 10, dan komen daar auto's vanuit Duitsland. Er zijn wel allemaal automobielen, die kosten 2,5 ton. Mm-hmm. Er zit een knaap meer van 19, 20 jaar. Die rijdt daar op de parkeerplaats bij de Aldi en 5 minuten later zijn ze weg. Mm. Dat is allemaal drugs gerelateerd. Ja. Afgelopen donderdag hadden we de avond in Hogezand Noord, van Henkstraat. En dan zegt een meneer tegen mij, ik woon al 25 jaar daar in zo'n flat aan de Rembrandtplein. Mm-hmm. En ik heb in 25 jaar, de laatste 5 jaar, heel hard achteruit zien hollen. En dat heeft puur te maken met drugscriminaliteit. Hij zegt, mijn overbuurman is opgepakt, is eruit gezet. Hij zegt, en een paar dagen later zit er weer een nieuwe dealer, zit een paar deuren verderop. Ja. En ik denk niet, dan zal je op elke hoek een agent moeten zetten. Die hebben we niet. Dat weten we ook allemaal. Dat wij als regio niet overdadig bedeeld worden met formatie. Dat dit een probleem is, hoe graag we het ook willen... Mm-hmm. Oplossen, maar dat wij het niet kunnen oplossen. Nee, de war on drugs is per definitie eentje die je niet wint. Nee, dat klopt. Nee. Ik denk alleen wel dat je veel meer aan de basis... Maar goed, dat is dus het probleem dat we op dit moment een gebrek aan capaciteit hebben. Ja. Politie en BOA's, noem maar op.
Waar ik wel nog steeds onze fractie heilig geloof in heb, is dat bijvoorbeeld de wijkagent prominenter terug moet komen. Ja. Dat zie je ook overal terug. Daar stonden we vroeger onbekend, hè, dat wij dat zo goed in Nederland voor elkaar hadden. Die weet precies waar die raddraaiers wonen. En daarmee is het niet weg. Dat is, klopt, maar die wijkagent wordt wel vertrouwd en de politie als afstandelijk iets wordt gewantrouwd. Juist. Ik sprak met een iemand die in zo'n pilot zat van jeugd- en jongerenwerk. Dat was zo'n NPG-pilot en die zei tegen mij: weet jij wel welke doelgroep waar ik mee werk? Ik zei: nou, ik heb wel ongeveer een vermoeden. Mm-hmm. Hij zegt: als ik je nou vertel dat ik werk met kinderen van 15, 16 jaar, waarvan de ouders gedetineerd worden. En de kinderen van 15, 16 jaar zetten gewoon de drugshandel voort. Ja. Hij zegt: en dan kun je wel over armoedebestrijding praten, maar die knaapjes van 15, 16 jaar, die krijgen per deal al een paar duizend euro. Ja, die hebben geen last van armoede, maar de manier waarop ze het verdienen is natuurlijk niet. Nee, ze hebben natuurlijk wel last van armoede, want daar beginnen we natuurlijk. Ja. Daar is ellende begonnen bij armoede. Dat hun ouders op die manier in dat traject zijn gestapt, want dat lost op dat moment een probleem op. Ja. Dus ja, in die zin je kunt niet veel anders dan op die manier vanaf de bodem af aan in de gezinnen dat soort dingen aanpakken. Ja. En daarmee is het niet weg. Gaat niet lukken ook. Maar ik denk wel dat je op die manier beter je vinger erop kunt krijgen. En toch wat meer kinderen kunt helpen. Om ook te laten zien dat er ook een andere manier is. Ja. Die duurzamer is dan alleen maar nu snel geld verdienen. Dus moet je op de lagere school al beginnen. Ja. Op de basisschool. Op die leeftijd om de kinderen te attenderen op de gevaren die er loeren op het moment dat ze in de, op straat komen. Ja. En je moet ze eigenlijk ook perspectief bieden op andere carrièrekansen. Ja. Ja, zeker. Want dat is vaak, Jamaica is dan zo'n heel goed voorbeeld. Ja. Ik bedoel, als je daar niet de muziek of de drugshandel in gaat, dan iets anders is er niet. Nee. Dat is, en zo gaat dat vertakt zich dat in alles. Je moet zorgen dat je voldoende voorzieningen hebt, dat je dingen voor de jeugd te doen hebt. Dat ze goede toegang tot opleidingen hebben. Ja. Dat ze, als ze naar school gaan, dat ze er klaar voor zijn om te leren. Dus eten in de maag hebben. Precies, en dat de thuissituatie ook zo is dat ze de rust hebben. Er is niet een eenduidige manier om dit zomaar op te lossen. Maar, nee. Het blijft een probleem wat de burgemeester zal nog wel een paar schuurtjes moeten sluiten in de komende tijd. Ja, maar ik bedoel het ook niet negatief hoor, maar ik ga politiek gezien ga ik nooit de boodschap verkopen van wij lossen dat even op als gemeente. Nee, maar dat is ook het moeilijke van politiek, dat kun je niet. Hè? Nee, maar dat is wel realistisch. Hè? Ja, dat is prettiger dan. En als je het dan toch hebt over een nieuw in de raad en al een oude rot in het vak, is dat wel inderdaad wat jij inmiddels geleerd hebt van dat zijn hele kleine stapjes die je. Waarmee je vooruit komt. En ik hoop toch nog dat we met die kleine stapjes wel kunnen maken. Ja, soms zal er ook weer een stap achteruit gezet moeten worden. Precies. Ja. Maar je moet natuurlijk wel, het doel moet weer duidelijk zijn. Ja. Namelijk dat zo weinig mogelijk mensen gezond en aandachtig leven, zeg maar. Ja, brede welvaart. Ja. Wat zijn de dingen die voor de komende 2 jaar nog moeten gebeuren in deze raadsperiode? Heel veel. Oké. Okay. Maar goed, als je dan vanuit het raadswerkakkoord kijkt, ben ik heel benieuwd naar de pilot die we straks gaan doen in Muntendam. Met de doorbraakmethode. Mm-hmm. Dat is dan vanuit de werkgroep Integraal, geloof ik. Niet uit Maarmoed, maar Integraal. Dat we gaan kijken om dat de ambtenaren om dingen op te lossen ook. Meer rugdekking krijgen om ook eens op een andere manier naar de problematiek te kijken. En niet alleen maar naar wat allemaal niet kan en wat exact binnen de regeltjes past. Maar hoe kunnen we nou iemand die steeds maar tussen wal en schip valt helpen door middel van anders naar de problematiek te kijken, anders naar de wet te kijken. Dat een ambtenaar niet een automatisch antwoord geeft omdat het toevallig volgens is. Ja, want anders dan jij, maar u past net niet in loket A of B. Ja. Dus hier houdt het op. Ja. En dat wij dan ook niet direct aan de bel trekken van die cijfers, komt dat wel goed op deze manier? Ja, je moet de ambtenaar en de uitvoerder, die moet je vertrouwen als raad. Ja. En niet zeggen van dit kan zo niet, want het staat anders in de boekjes. Precies, ja, ik denk dat je die kant sowieso meer op moet, hoor. Dat je niet te strak in het vel blijft zitten. En gewoon in oplossingen denk ik, pragmatisch bezig zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is. Waar ik, Je kunt niet tegen mensen zeggen van je valt tussen wal en schip in. Nee, nee.
En het is ook, het is eigenlijk, het is ons wel eens voor uitgerekend dat het kost je uiteindelijk ook gewoon veel meer geld. Uiteindelijk wel, ja. Ja. Als jij mensen uit de problematiek kan krijgen, dan kost je dat misschien eens een keer, één keer een aanzienlijk bedrag. Mm-hmm. Maar als je vervolgens het lukt om ze uit de problematiek te houden, dat is winst. Ja. Ja. En ze hebben ook een veel beter zelfbeeld over het algemeen. En dat werkt alleen maar door als je dan toch over criminaliteit hebt en andere problematiek. Ja. Ik heb er even anders naar gekeken. Okay. Ik denk, dit interview komt, dus we zitten halfweg de rit, twee van de vier jaar. Dus ik heb even gekeken, waar zijn we gestart? Puur vanuit partijbelang, maar dan ook gewoon vanuit coalitiebelang en gemeentelijk belang. Nou, toen heb ik gekeken van, waar hebben wij gezegd? Nou, we hebben gezegd als gemeentebelang, en dat is ook uitgevoerd nu, we hebben 2 miljoen extra geïnvesteerd in groen en grijs. Ja. Maar er waren heel veel klachten vorige periode. Nou, we hebben behoorlijk geïnvesteerd in mensen ondersteunen in de duurzaamheid en de energie met die problematiek. Ja. Het dossier waar we net over hadden, daar komt nog. De parken. En ja, ik krijg ook wel even terug van, en je moet altijd natuurlijk vooruit kijken, maar ik krijg ook wel even terug. Mm-hmm. Waar heb ik mij wel een beetje aan geërgerd de laatste 2 jaar? Mm-hmm. Nou, dat zijn ook erfenissen vanuit het verleden, van vorige colleges. Als ik even kijk van, ik ging toen naar het huis met een heel, heel raar gevoel. Mm-hmm. Waar een onderwerp Verlengde Veenlaan in Slochteren. Mm-hmm. Daar hebben we meer dan 1,5 miljoen aan cracks afgeschreven. Omdat we daar niet meer gingen bouwen. Ja. En wij zochten een tussenoplossing van, om het bedrag kleiner te maken en ja, Het niet gehaald. Ja. Ik kan wel zeggen, ja, oké, dat is de realiteit. De meerderheid is democratisch bepaald. Maar ja, dat soort dingen, daar heb ik nog wel. En daar probeer ik ook te spiegelen van, waar hebben we zelf gezegd? Mm-hmm. Deze regeerperiode. Dat had ook een beetje te maken natuurlijk met dat jij dan terug zou komen op afspraken met inwoners die je eerder had gemaakt. Ja, nee, dat. En dat wij die tegen hebben gestemd. Gewoon hebben gezegd, ja, maar dan word je een onbetrouwbare overheid. Maar als je op die manier. Zo kun je het bekijken, maar je kunt ook zeggen, je komt geen afspraken aan voor 10 of 15 bewoners. Mm-hmm. En je de gemeenschap, die 12.500, die schep je op met een verlies van 1,5 tot 2 miljoen. Ja, maar dat, zo kun je het ook bekijken. Dat verliesverhaal klopt ook niet helemaal, maar goed, dat tezijde. Nou, nee. Maar goed, aan de andere kant denk ik, ja, voor iedere inwoner moet je gewoon eerlijk en betrouwbaar zijn. Nou ja, het is wel zo dat je niet, een nieuw college kan niet alles wat het vorige college gedaan heeft in de prullenbak gooien. Dat werkt niet. Nee, maar daarom even de weerspiegeling van, we zitten nu op de helft van onze periode. En dan kijk ik even, waar hebben wij op ingezet? Meer geld voor groen en grijs. Nou, dat is de energieaanpak. Ja. We hebben gezegd, er is geld voor een raakswerkprogramma. Nou, dat zit allemaal op koers. Ja. En vooruitkijken nu, want dat is denk ik ook jouw vraag, de komende 2 jaar, maak ik mij wel grote zorgen. Omdat? Want nu zitten de financiën nog goed. Maar er komen ook nu alweer signalen vanuit Den Haag dat, de financiën behoorlijk minder worden. Als we kijken naar de lange termijn en kijk, over 2 jaar zit mijn klus erop, maar er is ook nog een generatie die gaat door. Ja. En we weten nu al dat het tekort oploopt, ook in de gemeentelijke begrotingen. Ja, 2026 wordt een soort rampjaar, zeg dat maar. Dat wordt een rampjaar, dus dan kunnen we heel veel, of dan de raad heel veel ideeën hebben. Mm-hmm. Maar als er geen geld is, houdt op. Nou, en als ik dan nu kijk, thema jeugdzorg komt eraan. Klopt. Dat is duur. Ik ben daar niet gerust op. Nee. Maar ze zeggen, ja, het alleen de hervorming van de agenda. Maar wat dat nou de financiële consequenties, ik weet het niet. Nee. En volgens mij weten de ambtenaren dat ook nog niet. Nee, want dat zijn net de twee dossiers waar natuurlijk het Rijk veel over te zeggen heeft. En waar wij eigenlijk meer. Ja, maar wij moeten het wel uitvoeren. Ja, het punt is, je moet het uitvoeren, maar je kunt het niet. Nee. Er kan geen. Je hebt er weinig invloed op. En dat is, dat is iets wat ik nog steeds moet leren. Je kan, maar dat is je kan geen limiet stellen en zeggen tot hier en niet verder. Nee. Het is, als het meer kost, dan kost het meer. Ja. En als dan de financiën niet toereikend zijn vanuit het Rijk, zullen wij bij moeten leggen. Ja. En dat is ook weer een politiek verhaal, dan moet je naar de burger. En dan moet je het uit kunnen leggen. Voor nu denk ik dat we eerst nog naar het Rijk moeten, want daar wordt volgens mij nog heel hard voor geknokt om het op die manier te krijgen. Ja, nou, ik maak mij daar voor. Tuurlijk is dat een zorg, absoluut. Over. Maar ik hoop wel dat we daar. Zeker met de politieke toestemming in Den Haag, daar word je ook niet vrolijk van. Ja.
Ja, zeg het maar. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Nee, ik ook niet. Dat is een ieders frustratievrijzing. Op dit moment gebeurt er gewoon heel weinig. Dat bedoel ik. En dat is... Dat en is ook heel wat niet moet gebeuren, volgens mij. En naast wat we al wisten, dat we in 2026 behoorlijk gekort worden op onze gemeentefonds. Mm-hmm. En dan komt nog een keer weer misschien nog wel een extra bezuiniging overheen. Maakt mij dat niet gerust. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dus dat worden twee moeilijke jaren. Ja. Dat denk ik wel, ja. Ja. Nou, het begin ligt natuurlijk voor ons. Ja. Ook dat. Nou, ook dat biedt wel weer perspectieven natuurlijk. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ja, ga ik donderhaven iets over zeggen? Ja, dan komt het dus voor. Ik zit zelf vooral dan in het regioberaad daarvan. Oké. Okay. En dat is een hele grote kluif die ligt. Maar ik probeer, er zijn heel veel dingen over te zeggen. Maar met NPG is er ook zijn er dingen die we dus nu, waarvan we hebben geleerd, die we nu goed willen doen. Mm-hmm. Daar zitten we dan met z'n allen ook bovenop als het goed is. Is in ieder geval mijn intentie. Maar er liggen ook gewoon kansen. En zo moet je het ook blijven zien. Ik wil voorkomen dat we in een slachtofferrol van wat er allemaal wel niet is gebeurd en wat er allemaal wel niet is aangedaan. Dat deel is er ook. Mm-hmm. Maar nu gewoon wel knokken. Daar liggen mogelijkheden en die moeten gewoon grijpen. En daar moeten we nu even bovenop zitten. Om te zorgen dat bij ons komt. Nou ja, op de manier en Nijbegun is een project wat 30 jaar duurt, geloof ik. Precies, dus gaat over 7 collegeperiodes. Ja, dan kun je even wat verder vooruitkijken dan normaal gesproken gebruikelijk is. Ja, en dan wijt over 2 jaar, hè? Ja. Over 2 jaar, ja. Maar goed, het is ook wel terecht, hè? Als je ziet wat er allemaal hier gebeurt. Dus qua aardbevingsproblematiek, het is niet... Klopt. Ik snap dat sommige mensen buiten onze regio dat heel veel vinden en ook veel geld zullen vinden. Maar... Nou, het is ook veel geld, maar aan de andere kant, als je ziet wat er hier uit de grond gehaald is... We hebben het over problematiek gehad. Dat ligt er allemaal aan ten grondslag. Hè? Politie die niet over het hele platteland kan zijn, waardoor daar heel makkelijk dat soort criminaliteit plaats kan vinden. Dat is het ene, niks staat los van elkaar. Hè? Het hangt allemaal samen. Ja. Ja. En dat... Maar daar zal ik mijn mening door een haat over hebben. Oké, okay, nou, we zijn benieuwd. Ja. En we zullen vast nog wel eens een keer over Nijbegun verder praten. Ongetwijfeld. Mag ik jullie nu hartelijk bedanken voor dit gesprek? Ja, jullie ook. En succes met de komende 2 jaar. Ja, dank je. Kom ervoor, zeg ik dan. Zo eerst. Komt goud. Bedankt. Niet laten ontmoedigen, hè.